ben lekker klaar met werken. Het was een beetje laat geworden met werk. Maakt niet uit. Alles stond al ingepakt in mijn auto. Ik moest me alleen even omkleden. En ik ga lekker achter de zeebaars aan. Tot straks. Nou, ik ben op mijn bestemming gekomen. In de Europortgebied in Rotterdam. Wat ik vandaag ga doen is echt puur op zoek naar zeebaars. Ik ga geen uitgebreide uitleg geven van hoe of wat voor materiaal. Bij mijn volgende video's ga ik dat juist wel doen. Wat voor sheds, wat voor gewicht, wat voor loodkopjes ik gebruik. Dus vandaag, hoofdzakelijk ga ik vandaag vissen met softbait, met sheds. Geen pluggen. Ik ga echt met kleine sheds op zoek naar zeebaars. Dus ik ga lekker mijn hengels optuigen en dan ga ik een paar worpjes doen. Tot straks. Nou, ik ben helemaal aangekleed. Ik heb mijn waterpak aangedaan. Dat heb ik expres gedaan, want als het hier niet lukt, ga ik naar een stek waar ik een beetje het water in moet. De stroom begint er al een beetje in te komen, dus ik ga gewoon even een paar worpjes doen. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Kijk ze. We hebben wat worpjes gedaan, helaas geen enkele tik, geen enkele stoot. Ik zie ook geen aasvisjes of een vis springen, dus ik ga lekker vertassen. De schemering begint, de zon gaat lekker onder langzamerhand, dus ik verwacht vis, maar ik ga sowieso naar de volgende stek. Tot straks. Nou, ik ben aangekomen op mijn volgende stek. Ik ga het hier weer proberen, het is afgaand tij. Mijn actioncam zet ik straks op mijn pad. Dat gaat hier wat makkelijker. Dan kan ik wat makkelijker vissen. En ik ga me puur richten op het vissen op het moment. Dus tussendoor kletsen ga ik even niet doen. Als ik wat visjes heb, aan het einde maak ik een korte samenvatting met wat info. Dus ik zou zeggen, kijk ze en geniet ervan.
maandag donker te worden. Ik heb alles al opgeruimd. Mijn waterpak even uitgedaan. Ik ben 3 stekken langs gegaan vandaag. De tweede stek ben ik heel kort gebleven. Want er zaten wat te hoge golven. Dus ik ben gelijk verkast. Daar heb ik 3 kleine zeebaarsjes kunnen vangen. Dat kon je ook zien op mijn video. Het waren geen grote, maar het was weer hartstikke leuk. Ik hoop de volgende sessie wat leukere baarsjes te vangen. En de volgende video gaan we sowieso wat over het materiaal hebben, wat ik gebruik. En laat ik wat diverse materiaal even zien. Kunstaas wat ik met regelmaat gebruik. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer.